Welkom op webinar 2 over cello techniek. Mijn naam is Stijn Kuppens. Bij het tokkelen van een open snaar heb je een uitstekende gelegenheid om je cello te beluisteren. Maak de connectie tussen de beweging en de klank. Een pizzicato van een open snaar, eigenlijk alle pizzicatos, begint al voor je hem hoort. Kijk, zie? Ik doe eigenlijk ik doe eigenlijk al heel veel voor de klank komt. Ademhaling, beweging, intentie. Het volume van de pizzicato kunnen we doseren. Namelijk, we gaan de snaar eigenlijk al voor een stuk wegduwen. Maar er is nog geen klank. Als ik de snaar een klein beetje wegduw, krijg ik een zachte pizzicato. Als ik daarentegen de snaar veel wegduw, krijg ik een luide pizzicato. Dus dat betekent dat je de dosering van het volume redelijk goed kunt controleren met een pizzicato. Dus een pizzicato is niet zomaar een pizzicato. Een pizzicato is eigenlijk al een keuze van hoe luid die pizzicato is. En de klankkleur. Voor de klankkleur kunnen we kiezen waar we de pizzicato gaan spelen. Korter bij de kam krijg je een iets hardere pizzicato. Heel dicht bij de kam. Hoe meer ik opschuif. Naar boven, hoe ronder de klank wordt. En hier zit ik exact in het midden van de snaar. Van het moment dat ik nog hoger ga, wordt het onhandiger en onhandiger. Want de snaren komen dichter en dichter bij elkaar liggen. En ik kom natuurlijk in de buurt van mijn hoofd, daar gaan meer. Dus als je hier een pizzicato wilt doen. Wat is dan de beste oplossing? Een linkerhand-Pizzicato. De linkerhand-Pizzicato is een moeilijk te controleren Pizzicato. Ook omwille van de snaarhoogte. Dan is er nog de vraag, met welke vinger ga je de Pizzicato doen? Maakt dat veel uit? Ja. Je zou denken van niet, maar dat maakt eigenlijk heel veel uit. Bijvoorbeeld, als ik een Pizzicato doe met de wijsvinger dat klinkt zo als ik nu met dezelfde intentie een pizzicato doe met de duim klinkt helemaal anders de aanzet is anders dus zelfs als je pas cello leert spelen kan je met open snaren tokkelen heel veel zaken uitproberen maar het belangrijkste is dat je luistert naar de cello dat je luistert naar de klank en dat je de klank met de beweging durft begeleiden. Wanneer je een pizzicato speelt van een ingedrukte snaar, dan drukt de vinger van je linkerhand de snaar in. En moet hij zich op een bepaalde manier gedragen. Dat is anders dan wanneer je met de boog speelt. Wanneer je met de boog speelt, dan druk je eigenlijk met de boog een beetje op de snaar. En help je eigenlijk de vinger die je aan het drukken is, om de snaar een beetje in te drukken. Daarentegen, als je pizzicato gaat spelen, dan werk je eigenlijk tegen die vinger. Want je trekt eigenlijk de snaar een beetje weg. Dus moet die vinger meer drukken dan wanneer je met de boog zou spelen. Meer druk op de vinger geeft een zuivere klank. Te weinig druk op de vinger geeft een heel droge, ongedefinieerde klank. Erg belangrijk dus om met de juiste druk de snaar in te drukken. De mate van druk van de linkervinger bepaalt ook de mate van de naklank. Als ik wil dat ik een volle klank heb, maar niet lang naklank, naklinkt, dan moet ik de druk op een bepaald moment loslaten om de klank te stoppen, bijvoorbeeld. Ik neem een andere noot, want nu trilt mijn laatste naar mee. Als ik blijf drukken. Als ik de druk loslaat. Op die manier kan ik dus de klank afdempen. Mooie pizzicato-akkoorden leren spelen. Wat heb je daarvoor nodig? Wel, ten eerste een zeer goede intonatie. Een akkoord klinkt pas goed als het helemaal juist geïntoneerd is. Ten tweede, de juiste druk van de linkerhand. Ik heb hier nu op elke snaar een vinger staan en ik moet de druk zo verdelen dat die heel gelijkmatig verdeeld is over alle snaren. Daarvoor moet ik mijn arm in een positie zetten dat de duim een steunpunt wordt. En ik de druk op alle vingers kan zetten. De mate van druk van de linkerhand bepaalt de zuiverheid van het akkoord en de naklank. Weinig druk van de linkerhand. Nog minder druk. Heel weinig druk. Nog altijd bruikbaar, maar heeft heel weinig projectie. Als ik meer druk, krijg ik meer naklank. Als ik een heel lange naklang wil, moet ik echt veel drukken op de snaren. Eens dat het akkoord juist klinkt, kunnen we aan de slag gaan met de manier waarop we het akkoord gaan spelen met de rechterhand. Eerst is het de keuze of we het akkoord graag gearpigeerd horen of dat we alle noten tegelijk willen horen. Als we alle noten tegelijk spelen, krijg je een akkoord, zoals je dat zou spelen op een piano en heb je dus de kans om te gaan balanceren binnen het akkoord. Bijvoorbeeld meer bas of meer de middentonen of meer de boven de bovenklank. Die subtiliteit is heel belangrijk, want die subtiliteit gaat bepalen hoe jouw akkoord gaat klinken. Op het moment dat je kiest om een arpeggio te doen, is het probleem van de balans natuurlijk weg. Maar dan is er een andere parameter, namelijk de snelheid waarmee je de arpeggio doet. Bijvoorbeeld, dit was heel snel, of bijvoorbeeld heel traag. Als je heel traag wilt gaan, nog trager dan dit, ga je de, de hoek van de arpeggio veranderen. Dus als je in deze richting een arpeggio doet, zo, ga je eerder een snelle arpeggio hebben, dat is ook maar een korte afstand. Als je die afstand gaat verlengen door de hoek te draaien, kan je dus de mate van arpeggio gaan bepalen. Zo. Een andere factor is de richting. Heel traditioneel wordt er eigenlijk altijd vanuit de basnoot vertrokken. Maar je kan ook vanuit de bovennoot vertrekken. Als je dat snel doet, dan valt het eigenlijk bijna niet op. Dan lijkt het bijna als één samenklank. Maar uiteindelijk is het ook mogelijk om de twee te combineren. Alla guitarra. Wat ik dan doe, is: ik ga met de duim in die richting het arpeggio doen, en met de vinger in de andere richting. We bespreken de booggreep. Een eerste stap om tot een juiste booggreep te komen is om enkel de arm in te zetten. We oefenen in de lucht. Laat je hand hangen. Hand en vingers zijn volledig passief. De tweede stap is, we gaan een object gebruiken. Dat we dat daarna gaan vervangen door de boog. De boog is eigenlijk te zwaar op dit moment. We gaan iets nemen wat lichter is, bijvoorbeeld een potlot. Aan de arm verandert er niets. Ik ga die potlot vasthouden. Dat is een lichte potlot, dus ik heb heel weinig druk nodig om te zorgen dat die potlot niet valt. Als je dat gaat doen, ga je normaal gezien automatisch de juiste druk gaan toepassen. De kans is heel klein dat je heel hard gaat drukken op die potlot. Want we zijn namelijk daaraan gewend, als we iets vastnemen, om onmiddellijk ongeveer de juiste druk te gebruiken. He, stel u voor dat het nu heel zwaar zou zijn, dan zou ik onmiddellijk veel druk gebruiken. Maar ik denk daar niet over na, want we zijn het eigenlijk gewoon. Met die potlot gaat het dus over heel weinig druk. Waar staan de vingers en waar staan de duim? Ik heb eigenlijk heel weinig veranderd. Mijn vingers zijn een beetje gespreid, er kan overal lucht tussen. En de duim, die staat ongeveer tegenover de tweede vinger. Dan krijg je dit resultaat. Mijn hand hangt en die potlot hangt in mijn hand. De volgende stap is om dit ook te kunnen met de boog. Ik haal de boog er eventjes bij. Om dit nu te doen met de boog heb je de linkerhand nodig. De linkerhand, deze hand, gaat de boog in de lucht houden. Zo. En nu kan ik exact hetzelfde doen wat ik ervoor deed. Ik laat eerst mijn hand hangen, zo. Ik ben ontspannen, mijn vingers en mijn hand zijn volledig passief. Ik ga de boog daarin brengen. Ik ga de duim ongeveer hier ergens zetten, zo. Hier zo. En de vingers gaan daarover hangen. Dus. Voilà. De hand is naar voren gericht. Niet naar achter gericht, maar naar voren gericht. Zo. Hangt is naar voren gericht. De boog komt erbij. Ik hou de boog in de lucht met mijn linkerhand. En mijn rechterhand doet dus met andere woorden niks eigenlijk. Ik heb ervoor gezorgd dat het gewicht... Dat ik moet opheffen met die rechterhand ongeveer hetzelfde is als het gewicht van die potlood van zojuist. En ik kan dus eigenlijk die positie van zojuist gaan imiteren. Voel hoe minimaal die inspanning is om de boog niet te laten vallen. Dit is nog gemakkelijk. De problemen beginnen wanneer je de boog enkel met je rechterhand in de lucht willen houden. Dat is een probleem, want het evenwichtspunt van de boog ligt veel verder dan aan je hand. Dus je gaat eigenlijk heel veel gewicht voelen. We gaan nog niet onmiddellijk die boog op die manier gaan vasthouden. We gaan de boog verticaal vasthouden. Namelijk zo. Nu kan ik mijn linkerhand weghalen. En nu kan ik de booghouding die ik net heb gevonden, behouden. De duim staat, zoals ik gezegd had, op dat leertje. En de druk die ik nodig heb, is volledig gecentreerd op mijn hand. Dat betekent dat ik nog altijd heel weinig druk nodig heb om te voelen dat die boog niet gaat vallen. Dat verandert op het moment dat ik de boog horizontaal gehouden heb. En vooraleer dat we dit gewoon in de lucht gaan doen, gaan we die boog op de snaar zetten. En dan wordt het gewicht door de snaar gedragen. Komt eigenlijk het gewicht van de boog op de snaar. En kan ik nog altijd met een volledige passieve houding van vingers en hand de boog vasthouden. Dat is de juiste booggreep. En die booggreep. Als je die kan, dan heb je echt de ideale. Instap om cello te leren spelen. Er is een verschil tussen booggreep en boogvoering. De booggreep is hoe je de boog vasthoudt. De boogvoering is hoe je de boog beweegt. En wat er vaak gebeurt, is dat die twee met elkaar beginnen in conflict te komen. Dat het namelijk de booggreep wordt. Die het gevoel krijgt dat ze de boog gaat voortbewegen. Maar, laat ons de boogvoering uitbesteden aan de arm. Het is enkel de arm die de boog doet bewegen. Bij de booggreep heeft dat als gevolg dat je die passieve houding, namelijk het heel los vasthouden van de boog, kan bewaren. En dat je voor de beweging kan concentreren op de arm. Nu, de boogbeweging, of de boog, het boogparcours, is een rechte beweging. En het is dus belangrijk dat je de arm zo kan bewegen dat de boog een rechte beweging gaat, gaat afleggen. Als je de arm gewoon gaat opendoen, op eender welke manier, is de kans heel klein dat hij ervoor gaat zorgen dat de boog een rechte lijn gaat afleggen. Ik ga het eventjes voordoen. Als ik bijvoorbeeld dit doe, zo, ja, dan gaat de boog bijna een cirkelbeweging maken. Als ik bijvoorbeeld ga mijn arm ga strekken, zo, dan gaat de boog ook een ronde curve afleggen. Dus om ervoor te zorgen dat die boog een rechte lijn gaat maken, moet ik eigenlijk ervoor zorgen dat de twee delen van mijn arm, mijn bovenarm en mijn onderarm, zo samenwerken dat mijn hand op één lijn gaat bewegen. Wat vooral te onthouden is, is dat de booggreep niet mag verkrampen als er een boogvoering bij komt. Dus de booggreep, als die ontspannen is, die moet eigenlijk ontspannen kunnen blijven wanneer de boog gaat vertrekken en wanneer de boog terug stopt. We gaan eventjes de boogvoering bekijken. Zonder te veel rekening te houden met de klankkwaliteit. En we gaan zelfs beginnen zonder de shallow. Wel, ik heb de shallow hier, maar we gaan er niet op strijken. We nemen de booggreep. En we gaan proberen de hand zo te bewegen dat ze een imaginaire rechte lijn afloopt. Bijvoorbeeld zo. Dit lijkt heel eenvoudig, maar dit vergt eigenlijk een heel goede samenwerking tussen alle delen van mijn arm. Stel u voor dat ik enkel mijn voorarm ga gebruiken. Dan krijgen we deze beweging. Dan scharnier ik dus eigenlijk ter hoogte van de elleboog. Dat is een ronde beweging. Ik ga enkel de bovenarm gebruiken. Dan kan ik dus dit doen eigenlijk zo kan die hand eigenlijk een weg doen, laten afgaan. De kunst is om zo samen te werken dat je rechte lijnen kan laten afleggen met die hand. Bijvoorbeeld, nu ga ik schuin naar voren gaan, zo. Het is wel een rechte lijn. Zo. Of ik ga bijvoorbeeld een keer zo schuin naar achter gaan, zo. Er zijn namelijk die rechte lijnen die we gaan nodig hebben voor een goede boogvoering. Wat heel interessant is, is om daarmee te experimenteren. Je kan bijvoorbeeld willekeurige paden afleggen met je hand. Door bijvoorbeeld met de voorarm en de bovenarm open te gaan, lager te gaan, hoger te gaan. En te zien waar in de ruimte je naartoe kan gaan. En welke invloed dat heeft. Voor een gelijkmatige rechte beweging... Ga je eigenlijk ervoor zorgen dat alle delen van de arm op een gelijkmatige manier open gaan en terugdicht gaan. Bijvoorbeeld zo. Voor zo'n beweging vertrekt de beweging vanuit de bovenarm. De bovenarm gaat open. Zo als ik nu niks doe. Als ik nu niks doe met de onderarm, dan leg ik geen rechte lijn af. Dus wat ik ga doen is, ik ga die bovenarm laten opengaan en ik ga bijsturen met de onderarm. Zodat ik op een rechte lijn kan blijven. Diezelfde oefening kunnen we doen door de boog. Op de snaar te zetten. Bijvoorbeeld op de race Als ik nu mijn hand op de boog plaats en ik ga die hand het parcours van de boog laten afgaan, kan ik eigenlijk ervaren wat ik in mijn arm moet doen om straks de boog. Deze weg te laten afleggen. nog beter is om hetzelfde te doen boven de boog. En eigenlijk met je hand boven de boog te blijven. En te zien welke aanpassingen je moet doen in je arm om die beweging te kunnen uitvoeren. Dit was op de race naar. Je kan hetzelfde doen op de solsnaar. Het enige wat wel belangrijk is, is dat je weet of je boog parallel aan de, aan de juiste snaar, aan de kam staat eigenlijk. Dit is de solsnaar, dat is de kam. Dus we gaan die boog zo zetten dat je een parallelle beweging gaat maken. Ik doe hetzelfde op de solsnaar. En ik ervaar welke beweging ik ga moeten doen als ik de boog ook effectief ga bewegen. En nu met de boog. Ik zet de boog dus naar en we gaan proberen diezelfde rechte lijn te maken, en op die manier dus te zorgen dat de boog een rechte lijn aflegt. Zo, dezelfde oefening kan je ook doen op de re en de laasnaar. Je gaat nog niet focussen op de klankkwaliteit, maar je gaat eigenlijk enkel focussen op de juiste boogvoering. Want over de klankkwaliteit spreken we later. Alles begint met een goede booggreep en een goede boogvoering. De boogvoering is het traject dat de boog gaat afleggen. Vanaf dan kan je kiezen welk soort klank je wenst te hebben. Maar om te kiezen moet je eerst weten welke mogelijkheden er zijn. En op dat moment, als je dan weet welke mogelijkheden er zijn, dan kan je kiezen welke kwaliteit je binnen die mogelijkheden wil hebben. We gaan eerst even de mogelijkheden overlopen. Een eerste parameter waar we eventjes bij gaan stilstaan is de boogsnelheid, de snelheid waarmee de boog over de snaar gaat gaan. We nemen bijvoorbeeld de solsnaar en ik ga een hoge boogsnelheid gebruiken. Hier hoor je dat de grondtoon te zwak is, dat er te veel harmonieken zijn. Je kan dat ook zien aan de trilling van de snaar zelf. De snaar trilt weinig. Als ik de boogsnelheid ga verminderen, hoor je al iets meer grondtoon en zie je ook al een iets grotere trilling. Als ik de boogsnelheid nu nog ga verminderen, komen we eigenlijk tot een gebalanceerde klank, waarbij de grondtoon en alle harmonieken samenklinken tot een mooie toon. De snaar was ook mooi fel en trillen. Dat is altijd een belangrijk punt om te zien of je eigenlijk wel in het centrum van de toon aan het spelen bent. Als je te traag, want ik kan nog natuurlijk ook nog trager strijken, als je te traag gaat strijken gebeurt er ook iets. Dan wordt het namelijk heel moeilijk om een gelijkmatige klank te behouden. De juiste boogsnelheid... Bestaat niet. Het is een keuze. Dus het is belangrijk om daarmee te experimenteren. De boogsnelheid moet trouwens ook niet constant blijven. Ik kan bijvoorbeeld ook beginnen met een trage boogsnelheid en die boogsnelheid opvoeren. Bijvoorbeeld zo. Of andersom. En daar herkennen we direct bepaalde muzikale accenten, of sforzando's of uh, crescendo's bijvoorbeeld. En diminuendo's. De boogsnelheid is een van de drie parameters die we gaan bespreken. De tweede is de hoeveelheid druk op de boog. Heel weinig druk. Iets meer druk. Nu, als ik spreek over druk, dan betekent dat niet dat ik noodzakelijk druk bijzet. Want bij de eerste optie die ik net liet zien, nam ik eigenlijk druk weg. Ik nam gewicht weg van de boog. Ik hield met andere woorden een stukje van het gewicht van de boog in de lucht. Als ik nu het volle gewicht van de boog op de snaar laat staan. Kom ik eigenlijk al tot een goede klank? Dat betekent dat alle extra druk heel zorgvuldig gekozen moet worden. Als ik namelijk juist hetzelfde ga doen als wat ik net deed en ik geef druk bij, krijgen we een klank die we niet noodzakelijk mooi gaan vinden. Nog meer druk kan interessant zijn. Maar dat is ook niet echt de meest mooie klank die we zoeken. De derde parameter die belangrijk is, is de plaats van de boog ten opzichte van de kam. Met andere woorden, het contactpunt van de haren met de snaar. Je kan met de boog moeilijk hier gaan strijken. Heel onhandig, veel te hoog op de toets. En dat zorgt er ook voor dat op de plaats waar je met je vingers gaat, strijken, uh, gaat spelen dat daar hars gaat hangen en dat is eigenlijk geen goede zaak want die hars die gaat plakkerig worden aan onze linkerhand en dat willen we niet je kan met je boog laten ons zeggen hoogstens vanaf hier het einde van de toetsol ongeveer, tot vlak bij de kam gaan strijken dat zijn eigenlijk de, de contactpunten waartussen we gaan gaan kiezen we gaan even kijken wat er gebeurt als ik heel kort op de toets speel. Dit geeft een beetje een ijle klank. Ik ga een klein beetje korter bij de kam. De toon wordt concreter. Nu zit ik ongeveer in het midden tussen de toets en de kam. Als ik nog dichter bij de kam ga, wordt de klank moeilijk behe moeilijker beheersbaar. Zonder veel extra controle gaan we uiteindelijk een toon hebben die niet meer helemaal gecentreerd is. Ik ga nog dichter bij de kam en ik ga gewoon doen alsof ik... Alsof ik, uh, ja, ik ga niks extra doen. We gaan luisteren wat er gebeurt. Geen zuivere klank. Een klank waarbij bepaalde harmonieken luider doorkomen dan andere. Maar het is wel mogelijk om met een volle klank te spelen vlak bij de kam. Alles hangt namelijk af van de combinatie van die drie parameters. Je kan de parameters niet los van elkaar zien. Je kan ze wel theoretisch scheiden en spreken over boogsnelheid, de druk van de boog <coughs> en de plaats, het contactpunt van de boog met de snaar. Maar eigenlijk moet je ze altijd in combinatie met elkaar bekijken. Ja, het is bijvoorbeeld niet zo dat sneller strijken noodzakelijk tot een luidere klank leidt. Dat ligt eraan waar je aan strijken bent. Contactpunt in het midden, tussen de, tussen de kam en de toets bijvoorbeeld. Als ik daar de boogsnelheid ga opvoeren, dan krijg ik meer klank. Als ik hetzelfde doe vlak bij de kam, dan werkt het niet meer. Meer druk zal meer klank geven. Hier wel, hier niet. Dus het is heel belangrijk dat elke parameter wordt in de context van de andere parameters bekeken. Hoe langer je cello speelt, hoe meer mogelijkheden in de klank je ontdekt. En als we dus spreken over klankkwaliteit, dan is het eigenlijk de kwaliteit van de klank die jij wil maken. Het is niet zo dat er één mooie klank is, en voor de rest allemaal lelijke klanken. Je kan binnen elke soort klank, een grote kwaliteit of een lage kwaliteit vinden. En die subtiliteit ga je pas ontdekken als je veel parameters hebt uitgeprobeerd en al langer cello speelt. Voor mensen die met cello beginnen, is het daarom het beste om eerst te beginnen met een soort neutrale klank. En die ga je bereiken door in het midden tussen de kam en de toets te strijken met een gemiddelde boogsnelheid en een gemiddelde druk. Als je die klank kan beheersen en kan komen tot een klank die je zelf mooi vindt, dan kan je verder uitbreiden. Als je die klank nog niet beheerst en je gaat uitbreiden, dan ga je eigenlijk nooit goed weten wat er gebeurt. Het is dus heel belangrijk om eerst binnen één klank echt te gaan tot een klank die je zelf echt mooi vindt. We gaan spreken over de rol van de linkerhand. De linkerhand zorgt ervoor dat de vingers van de linkerhand op de juiste plaats neerkomen, zodat we de juiste noot spelen. En dat ze de juiste druk kunnen geven op de snaar. Om dit te oefenen gaan we eerst even oefenen op onze rechterhand. Houden onze rechterhand zo, alsof het een shell was bijna, zal ik zeggen. En we gaan onze hand zetten. De hand en de pols vormen één geheel. We gaan proberen één lijn te maken van aan de elleboog tot het einde van de hand. Dit bijvoorbeeld is geen lijn. Daar zit een hoek in. Dit is een lijn. Dit bijvoorbeeld is ook geen lijn. Dus we zoeken naar een manier om de hand zo te zetten dat de pols. Gelijkmatig overgaat in de rest van de arm. De duim van de linkerhand is een contactpunt, is geen drukpunt. De vingers daarentegen hebben drukpunten. We moeten nooit met de duim in de eerste posities tenminste de snaar indrukken, maar we hebben wel contact met de cello. Dat is een groot verschil. Bij een contactpunt heeft het geen zin om druk te zetten. Bij een drukpunt moet je juist druk zetten. Om eens eventjes te voelen wat die vingers eigenlijk doen, gaan we proberen om druk te zetten op alle vier de vingers tegelijkertijd. Zonder dat de duim ook een drukpunt wordt. De duim blijft een contactpunt. We zetten druk met de vingers en geen druk met de duim. Als dat lukt. Gaan we proberen om die druk terug te brengen op één vinger. We gaan alle vingers nog altijd laten staan. We gaan proberen druk te zetten enkel op de eerste vinger. Daarna druk te zetten enkel op de tweede vinger. Druk te zetten enkel op de derde vinger. En druk te zetten enkel op de pink. De andere vingers blijven staan. De houding van de vingers is rond. Sommige mensen. Als ze druk zetten op de vingers, gaan de vingers doordrukken, zo. Het kan zijn dat de gewrichten van bepaalde mensen flexibeler zijn dan andere. Dus er is geen waarheid. Het is niet zo dat dit slecht is en dit goed is. Maar het is wel zo dat het interessanter is om met ontspannen vingers te spelen dan met gespannen vingers. Als het lukt. Om deze oefening te doen en de druk te verplaatsen van de ene vinger naar de andere vinger, zonder dat de vingers doorbuigen en dat die houding verandert, met de duim als contactpunt en geen drukpunt, dan kunnen we verder gaan, één stapje verder gaan, en kunnen we de vingers terug loslaten, het contactpunt blijft en we gaan enkel op één vinger drukken. Ik druk nu enkel op de eerste vinger. De andere vingers ga ik niet hoog in de lucht steken. Dat is een zinloze moed. Dat gaan we niet doen. We gaan die gewoon eigenlijk ontspannen laten hangen boven de plaats waar ze straks moeten neerkomen. Ik ben aan het drukken met de eerste vinger. En de duim was een contactpunt. Daar ben ik niet mee aan het drukken. Maar die is wel in contact met mijn cello. Als ik nu andere vingers moet neerzetten, en ik ga die een beetje verder neerzetten, betekent dat? Dat als ik een beetje moeite doe om die vinger wat verder neer te zetten, dat mijn duim meegaat. Want ik ben niet aan het drukken met de duim. Ik heb gewoon een contactpunt met de duim. Dus ik wil die tweede vinger een beetje verder zetten, al mijn duim gaat een klein beetje opschuiven. Ik laat die vinger neerkomen. Op het moment dat die neerkomt, gaat de druk enkel op die tweede vinger komen. En gaat de druk weg uit de eerste vinger en wordt die eerste vinger een contactpunt. En geen drukpunt meer. De derde vinger, net hetzelfde. Ik zet die vinger neer. Die vinger wordt een drukpunt. Ik druk daarop. En de andere twee vingers zijn contactpunten. Ten slotte de pink, hetzelfde. Ik zet die pink neer. Ik heb nu als duim een contactpunt. Drie contactpunten van de vingers en één drukpunt met de pink. Dat is eigenlijk een heel belangrijke oefening om te voelen wat er eigenlijk in je hand gebeurt. Als je aan het spelen bent met de shell, de rol van de linkerarm is om ervoor te zorgen dat de linkerhand op de juiste plaats staat zodat als je je vingers neerzet, die vingers op de juiste plaats de snaar indrukken. Dat is de rol van de linkerarm. En eigenlijk. Is de beweging van de linkerarm heel gelijkaardig aan de beweging van de rechterarm? Even herhalen. We zorgen dat de boog een rechte lijn gaat afleggen. De twee delen van de arm werken samen. Nu zitten we met de linkerarm. Hier moeten we zorgen dat de linkerhand een rechte lijn gaat afleggen, namelijk Snaar. Wat moeten we dan doen? Ervoor zorgen dat we die linkerhand in een rechte lijn kunnen bewegen. Net hetzelfde als met de boog moeten we dus die twee delen van de arm laten samenwerken zodat die linkerhand in een rechte lijn kan bewegen. Als je pas shallow leert spelen, beweegt die linkerarm niet. Want dan spelen we eigenlijk constant in de eerste positie. En toch is het belangrijk om dan al te weten dat die linkerarm die complexe beweging gaat moeten doen. Deze beweging. En dat die linkerarm volledig verantwoordelijk is voor de plaats waar je linkerhand gaat staan. Herinner u dat de duim. Een contactpunt is en geen drukpunt. Dat de vingers neerkomen, drukpunten worden. En als die vinger dus een beetje verder moet neerkomen, dat die duim als contactpunt flexibel kan zijn en een heel klein beetje kan verschuiven. Het is namelijk niet zo dat als we de vingers neerzetten, dat die zomaar automatisch op de juiste plaats komen of dat die afstand automatisch juist is. We moeten flexibel kunnen zijn. De linkerarm zorgt ervoor dat je hand op de juiste plaats staat. Het indrukken van de vinger gebeurt met behulp van het gewicht van de arm. Eigenlijk voelt het een beetje alsof je de cello tegen je aanduurt, want het probleem is dat. De neiging heel groot is om met de duim tegen te drukken. Een goede manier om dat tegen te gaan, is de duim niet helemaal onder de vinger te zetten, onder de hals, maar een beetje aan de zijkant. Hier. Dan voel je de druk naar beneden, verticaal. En voel je een contactpunt met de duim. Op die manier wordt het later ook veel gemakkelijker om te vibreren. Dat betekent dat je op één vinger eigenlijk alle kracht geconcentreerd hebt en dat je dat punt kan, kan bevrijden. Eigenlijk. En er is geen enkel ander hechtingspunt, want de duim is een contactpunt en geen drukpunt. Voilà, dat is de rol van de linkerarm. een heel belangrijk hoofdstuk voor de basis cello techniek zijn de strekkingen we beginnen met de basishouding de basishouding is de houding waarbij de vingers allemaal op een halve toon afstand gezet worden netjes op een rij met de duim als contactpunt en de vinger die speelt als drukpunt de vinger die speelt als drukpunten, weliswaar. Dit is de basishouding. Daarop bestaat één variant, namelijk de strekkinghouding. Die strekkinghouding, dat is, daar is één verschil met de basishouding, namelijk dat er tussen de eerste en de tweede vinger niet een halve toon, maar een hele toon is. Zo met andere woorden. Dat is het enige verschil. En vermits dat het enige verschil is, gaan we enkel die eerste vinger veranderen. Zo. Nu, strekkinghouding slaat op wat er gebeurt met die eerste vinger. Die gaat zich namelijk strekken. Als ik die rond laat staan, ik ga dat proberen, ga ik mijn hand helemaal veranderen. Zie, dan wordt eigenlijk mijn houding wordt eigenlijk verkramd. Zo. De knokkels gaan naar beneden en ik ga eigenlijk een spanning opbouwen. Ik heb niet graag spanning. Dus ik ga in plaats van die spanning op te bouwen, ga ik gewoon enkel die eerste vinger in een lenige beweging naar achter strekken. Het contactpunt van de eerste vinger verandert. In plaats van het normale punt waarmee ik druk, gaan we meer aan de zijkant van de vingers drukken. Voor de rest verandert er eigenlijk zo goed als niks. Maar er verandert wel iets. Het is niet dat er niks verandert. Er verandert namelijk iets in de stand van de arm, van de duim, van de hand, waardoor die vinger op een comfortabele manier die strekking kan uitvoeren. Het is als het ware een inwendige verandering. Het is niet dat er een grote verandering is van, van de elleboog of de hand ofzo, maar er gebeurt wel iets waardoor we eigenlijk het comfort. Dat we hebben in de basishouding kunnen terugvinden. Basishouding. En bij de strekking vind ik eigenlijk een nieuw evenwicht. Want het contactpunt van de duim gaat zich een heel klein beetje verleggen. En het volledige evenwicht wordt even teruggevonden. Dus als je van positie verandert, er is even een kleine, kleine aanpassing nodig. Om terug tot die comfortabele positie te komen die je ervoor kende, het comfort dat je voelt in de basishouding kan je ook voelen in de strekkinghouding. En dat is eigenlijk het grote probleem: dat mensen in die strekkinghouding het gevoel hebben dat ze daar zo snel mogelijk weg willen, omdat dat een grote verkrampte positie is. Maar dat is dus niet zo. We moeten dus een manier vinden om eigenlijk in die strekkinghouding hetzelfde comfort te vinden. Dat betekent dus als we over dit stuk van de toets spelen, is er enkel basishouding en strekkinghouding. En als we die strekkinghouding beheersen, kunnen we eigenlijk het volledige positiespel aanleren van de eerste tot en met de vierde positie. Nu een hele toon. Tussen de eerste en de tweede vinger kunnen we op twee manieren bereiken. Ofwel door de eerste vinger naar achter te zetten. Zo. Ofwel door alles behalve de eerste vinger naar voren te zetten. Zo. Als ik alleen de eerste vinger naar achter zet, doe ik geen positiewijziging. Een positiewijziging is er alleen maar als ik mijn hand van plaats verander. Dit is een houdingwijziging. Ik wijzig mijn houding van de basishouding naar de strekkinghouding. Op het moment dat ik alles ga verzetten, is er een positiewijziging. En het resultaat is opnieuw dat ik in de strekking sta. Vermits de duim en contactpunten zijn geen drukpunt, Gaat die duim gemakkelijk over de hals kunnen schuiven. Naar voor of naar achter. Stel u voor, ik ben met de eerste vinger aan het spelen. En ik ga een strekking naar voren doen. Dat betekent dat ik alles naar voren ga bewegen. Wat doe ik dan? Ik ga eerst mijn hand in positie brengen. De duim gaat dus naar voren schuiven en mijn hand gaat naar boven. En mijn vingers hangen boven de snaar op de juiste plaats. Ik zet ze neer en ik heb de juiste noot die ik zocht. Dit noemen we de strekking naar voren. Als ik die vingers nu terug ophef en ik moet terug naar de basishouding, dan moet mijn duim nog terug en mijn linkerhand ook. Ik ga dus niet mijn vingers terug bewegen. Nee, ik ga mijn linkerhand terug bewegen en mijn vingers hangen weer op de juiste plaats boven de snaar. Bij de strekking naar achter anticipeer ik altijd. Als die strekking eraan komt, stel je voor: ik ben met de tweede vinger aan het spelen. Ik ga zelfs spelen, moeten spelen op een hele toonafstand. Ik moet dus mijn eerste vinger naar achter bewegen. Dan gaat die beweging gebeuren terwijl ik met die tweede vinger aan het spelen ben. Zo. Ik hef de vinger op en ik heb de noot van de strekking naar achteren. De duim staat nog altijd samen met mijn linkerhand in de strekkinghouding. Dat betekent dat als ik die tweede vinger neerzet, zit ik op één hele toonafstand. In heel deze zaak van de strekkingen is het heel erg belangrijk om te weten wanneer je in de basishouding bent en wanneer je in de strekkinghouding bent. En wanneer je de beweging doet om van de basishouding naar de strekkinghouding te gaan. Als dat duidelijk is, dan kan er voor de strekkingen niks mislopen.